eigenlijk 3 weken geleden ongeveer begonnen met kerst opbouwen. En dat voelt altijd heel gek, zeker als het buiten nu zulk mooi weer is. Maar wij hebben ongeveer 5 weken de tijd en begin oktober willen we helemaal klaar zijn met onze kerstshow voor iedereen. En nu hebben we de lange broek aan, maar dat is meer voor je eigen bescherming. Maar er staan er liters water ernaast om de boel bij te vullen. Dus dat is wel eens vervelend. En dat hoor je ook wel eens aan de reacties van klanten. Weet je wel, ja nou al, en weet je wel hoe warm het is? Ja, dat weten we wel, maar het moet er wel in. Maar dan strooien we wat extra sneeuw, maar daar zijn we achter, dat helpt ook niet. Wat maakt die kerst zo mooi? Dat stukje beleving, dat sfeergevoel, gezelligheid in de winkel. Ja, ik vind dat wel mooi. Persoonlijk mogen ze van mij wel een paar weekjes wachten, want ik ben zelf nog niet zo in de kerstsfeer. En ik vind, als je dus voor de plantjes komt, dan zijn ze druk in de opbouw. En dat is, de opbouw is nog een beetje een ongezellige fase, vind ik. Het is ook gek. Ik heb nu een lange broek aan, maar eigenlijk de afgelopen week hebben we allemaal met ons korte broek aan staan bouwen. En ja, dan krijg je wel opmerkingen van, goh, het is gek, want het is nog strandweer en jullie staan de kerst al op te bouwen. Beetje vreemd, 25 graden buiten en met kerstspullen bezig zijn. Ik zie steeds weer nieuwe dingen en ik zie steeds mensen langslopen die, ja, die verbazen zich erover wat er allemaal te zien is en wat voor nieuwe dingen. En dat is, ik zie hier ook weer allemaal nieuwe dingen die ik uit kan pakken, dus dat is wel leuk om te zien. In reacties vind ik het altijd wel heel leuk, omdat het natuurlijk zo'n extreem ding is dat de winkel er ineens zo anders uitziet. Je ziet hier zijn dak donker gespoten en daar krijg je wel echt leuke reacties van. Ja, dat is wel echt mooi. Ja. Ja, en de kerstboom staat al. De grootste kerstboom staat al, ja. Nooit te vroeg bij mij. Nee hoor, ik vind het heerlijk de kerst. Ja. Wat maakt die kerst zo mooi? Nou, de warmte, de gezelligheid toch? Helemaal goud, ja. Leuk hoor, jij, ik ben een kerstmens, dus het is voor mij niet te gek. Nee, ik vind het helemaal leuk. 5 oktober moet het staan en het was vooral een uitdaging omdat Leemax een beetje laat was met de levering. We zijn nu alles aan het uitpakken vanuit de Leemax om het laatste stuk af te maken. Want het eerste stuk is wel al af met spullen die nog over waren van vorig jaar. En nu moeten we nog even in een paar dagen alles afkrijgen hier. De herfstvakantie is eigenlijk altijd de eerste piek, want dan worden mensen toch nieuwsgierig en wordt het buiten kouder. Dan vinden mensen toch leuk om echt lekker op pad te gaan. En de echte drukke periode is eigenlijk laatste week november, dan begint echt de gekte. Ja. Ja. Ja, is dat ook echt de drukste maand van het jaar voor jullie? Ja, dat is wel echt de drukste maand, ja, zeker. Heb je er zin in? Ik heb er onwijs veel zin in, ja. Kom maar op.